Ik dacht, ik ga met de groep mee en ik moet gewoon niet zoveel praten. En nou, dat lukte één dag. Echt niet. Totdat ik Sharon zag. Ja. Kunnen wij? Ik dacht een beetje vinger in de bosjes, maar je hoeft niet mee hoor. Ik merk ook dat ik ook gelijk al schundige grappies ga lopen maken. Dat moet ik niet doen. Dan zie je die bergen zo allemaal in de verte met die een beetje mistig zijn. Alsof het een of ander soort homeopathisch hoestdrankje is. De verpakking daarvan, zeg maar. En dan denk je, joh, dat bestaat echt. Niet alleen als je hoest hebt. Ik ben nu echt een leugen. Maar what the fuck? Helaas geen immuniteit. Maar... Ja, eerst op de berg is eerst op de berg, hoor. En nou ben ik ineens een wijf, weet je wel. Als het iemand uitkomt. Oh, dat was het. Oh, stop het in me, stop het in me. Oké, dan gaan we het nog even over mij hebben. Ja, in de proeven vooral, wat ik zeg al, wat jij zegt nu, na die eerste proef. Ik merkte dat ik zoveel energie van jou kreeg. Je was echt zo van, kom, we gaan ervoor, we maken shit. Dat was toen ik zwanger werd. En dat was bij iedere proef, was dat weer zo. Ja. Liberté, fraternité, égalité. Ik zou helemaal niks anders hebben gedaan, eigenlijk. Heeft het jou, heeft Expeditie Robinson jouw leven veranderd? Nee. Nee, ja, niet zoveel. Ja, ik krijg nou heel veel klusjes, kan fucking veel geld verdienen. Wat dan zou dat dan betekenen? Ja, dan ga ik een cassavewortel tatoeëren. Weet je al waar? Ja, dan moet ik nog even bedenken waar die mooi staat. Maar ik hou mijn woord. Nou, laat zien. Oké, ik heb het laat wel zien, laat zien, laat zien, laat zien. Hiro. Dames en heren, ze heeft woord gehouden. Ze heeft haar samen tatoeëren en ze was een geweldige kandidaat. Dames en heren, retter applaus, Rianne. Yeah.